kan eigenlijk de woorden niet terugvinden, want ik stond op en ik dacht al van mijn dag gaat vandaag veranderen. Dus ik heb daar echt geen woorden aan. Ik ben begonnen met naar Ronaldo te kijken, de oude Ronaldo. En ik, alleen voor de mij. De Ronaldo van PSV? Ja, ja, de oude Ronaldo. En ik dacht zo van, waarom niet? Want deze club is voor mij, alleen kijk, en de opleiding is voor mij een van de grootste in Europa. Dus ik dacht, waarom niet? Ik hou van dribbelen. Op eerste meters ben ik vrij snel. Heel creatief. En ik werk heel hard voor mijn ploeg. Mijn doelstelling is nu echt zo snel mogelijk naar Jong PSV gaan volgend jaar. En daarna zo snel mogelijk naar eerste ploeg terechtkomen in deze club. Wil je nog iemand bedanken? Mijn familie, ja. Dat zeker. Mijn moeder, mijn vader, mijn broer die er altijd is voor mij, mijn stiefzus, mijn manager, iedereen die er voor mij is sinds het begin. Dus het is nog maar het begin, zoals ik het zeg. En wie heeft je kleding uitgezocht? Ah, dat is een leuke vraag. Mijn moeder. Dus in het begin ik kon gewoon normaal komen, maar mijn moeder heeft... mijn moeder wou per se dat ik deze aandeed, dus ik had geen keus. Je had geen keus? Nee. Het ziet er goed uit. Dankjewel. Ben je trots? Ja, ja, dat wel. Ik ben trots van wat ik tot nu toe heb bereikt, maar ik denk als ik nog harder werk, kan ik nog meer bereiken.